Nou, zeg maar gerust goedemiddag. Ik had er gebeld dat je niet hoeft te komen. Ja, maar die voicemail die luister ik nooit af. Ja, nou je toch op bent, kun je net zo goed meteen het bed afhalen. Als jij nou even gaat douchen, dan kan ik daarna meteen met de antikalde doorheen. Nou, je had wel eens even op kunnen ruimen. Heb ik jou toch voor? Ja, maar ik ben werkster, geen opruimster. Kijk, als jij het optimale rendement uit mij wil krijgen, dan moet het van tevoren aan kant zijn. Kijk, daar moet ik overal omheen. Kop koffie. Ah, daar zeg ik geen nee tegen. Breek me de bek niet open over mijn zoon. Kijk, ik vind het heel goed en gezond als een jongen op zichzelf wil, maar om daar meteen de oeroes kan te vertrekken. Moet jij nog? Ik snap niet wat jij tegen die zijn CEO hebt. Ik ben er gek mee, ik heb er 3. Ik had nog appelduo's in mijn vriesvak. Hier. Nee, zeg ik. Is goed voor je. Ik moet nog even wat werken. Hey, doe nou niet zo flauw, even een bakkie. Anders heb ik echt het gevoel dat je slofie bent. Je weet dat ik liever niet heb dat je rookt, hè? Ja, maar ik heb mijn eigen afspraak bij me. Je lijkt mijn zoon wel. Hij belt en zegt, ma, rook je nou nog steeds? Dat is niet goed voor je, hoor. Ik zeg, zo'n granaat van Jan Taliban, dat is toch eventjes gevaarlijker dan een mentolletje na het eten. Waar heb je de suiker gelaten? Mm. De suiker staat bij de zout waar eerst de olie stond en de koffiebonen, want die staan al. Had ik nou vorige week voor 4 uur geld neergelegd? Ja. Want ik was toevallig wat eerder thuis. Ja, maar ik was ook eerder begonnen. En ik was ook wat later weggegaan. Ja, maar ik heb geen koffie gedronken. Ik heb gewoon doorgewerkt. Zeg, loop je mij nou een beetje te bespioneren? Vertrouw je me niet? Wel. Ja, want dat zou ik echt heel vervelend vinden, hoor. Geef mij nou wel even zo dat pasje van je en je pincode. Dan ga ik lekker even een fles dikke bleek halen. 4751. 4751. 4751. 4751. Ik zeg tegen mijn zoon. Want die moeder van Frans, die woont in een caravan het hele jaar door. Lees jij maar lekker verder, hoor. Ik werk wel. Dit is mijn werk. Ja, het is al goed met je. Oh. Ria. Het was al, hoor. Het was al. Zeg, is dit jouw maat? Ja, dat was het wel, ja. Is het stretch? Nee, dat is cashmere. Dat mag helemaal niet in het droge. Ja, maar er stond anders niks in. En als het er niet in staat, dan mag het erin. Zit je te computeren? Ja, ik probeer te werken, ja. Ik kreeg laatst een e-mail van mijn zoon. Die moesten daar een marathon doen. Moesten ze rondjes lopen om het kamp. Met zo'n anti-scherfvest aan. 40 graden in de schaduw. Terwijl ze in Rotterdam hebben ze die marathon afgelast vanwege de hitte. Als je last van me hebt, moet je het zeggen, hoor. Ja, doe ik. Nee, je hebt gelijk, mam. Ja. Ja, ik ga er nu wat van zeggen, mam. Ja. Oh, Ria? Ja? Ik wil graag de sleutel terug. Prima. Ik heb toch nog een kopietje thuis. Nee, want ik ga volgende week op vakantie. Voor een paar weken. Ja, maar je wilt toch niet in een smerig huis terugkomen? Nee, maar daarna heb ik een nieuwe baan. En ik denk dat ik het dan zelf gewoon wel red. Oh, wat voor baan? Hoofdpersoneelszaken. Oh, echt iets voor jou. Nou, dan zie ik je wel na de vakantie, hè? En dan kan mijn man intussen even dat inbouwspotje vervangen. Is die kapot dan? Ja, die doet niks meer. Ja, dat was al, hoor.